september 2023 was er een verschrikkelijke aardbeving in Marokko. En veel mensen hier uit de wijk hebben ook roots in Marokko. Misschien familie, vrienden. Nu is er een mooi initiatief genomen hier in de Veluwe. En bij mij heb ik de heer. Ja, met de heer Turki, de voorzitter van de Marokkaanse moskee Rennekijk. En hebben wij georganiseerd voor hier een verzameling aardbeving. En we gaan met Marokkaanse jongens hier uitkijken en Turkse mensen. Dat wij geld verzamelen en dan opsturen naar die mensen in Marokko. Die hebben de aardbeving veel problemen gehad. Mensen hebben, schrikkelijk, wij ook geschrokken ervoor. Omdat die mensen ons ook nodig hebben. Ja. En doen wij nou alles hier, wat hier verkopen, eten, Marokkaanse eten en Turkisch eten. Doen wij ook de geld of de bedragen ook hier verzamelen. En wij opsturen naar die mensen toe die hebben iets nodig voor. Ja. Dus het is echt de Marokkaanse gemeenschap vanuit de moskee, de Turkse gemeenschap vanuit de moskee, die echt samenwerken nu. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Er is al een keer een inzameling geweest van spullen en zo, maar jullie hebben er nu voor gekozen om een soort van barbecue of lekker eten te maken voor iedereen. Ja, die mensen hebben eten genoeg daar en hebben het van alles, maar hebben ook net als die huizen zijn alles kapot, maar geen meubels en alles. Die mensen hebben geld nodig voor. Ja. En daar gaat het om het geld nu. Ja, het gaat om het geld hebben nodig. En wij proberen hier alles geld verzamelen en opsturen. Ja. Nu zie ik hier eigenlijk alleen maar mannen aan het werk. Ja. De vrouwen die hebben zeker die lekkere hapjes thuis allemaal gemaakt. Ja, dat klopt. Ja. Veel vrouwen in huis hapjes maken en dan hier branden die wij verkopen. Ja. En hoeveel geld hopen jullie op te halen? Nee, dat weet ik ook niet. Ik hoop dat het misschien een heel hoog bedrag komt. En proberen wij ook echt iets goed te komen. Ja. En het geld komt zeker goed terecht in Marokko? Ja, zeker. Zeker. Hebben wij van onze regering een rekeningnummer van Europese mensen die hier werken of buitenlandse mensen die hier in Europa werken. En hebben wij ook een speciaal rekening waar wij die geld daar storten. Okay. Ja. Dus wij kunnen lekker eten en het geld gaat naar Marokko en komt goed terecht? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, dank jullie wel voor deze prachtige actie. Dank. Jullie ook. En dank u wel. Ik heb gedaan. Ik heb gedaan.